Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur is vandaag begonnen met het vervangen van oude ADSL-systemen naar glasvezel. Het is een project dat klanten die al een bestaande ADSL-aansluiting thuis hebben op het oude koperen netwerk worden overgeplaatst op het glasvezelnetwerk. Daarbij worden ook nieuwe klanten aangesloten, zegt Steven Chitrotaruno, onderdirecteur commercieel onderdirectoraat van Telesur. Het project is in het kader van het verder optimaliseren van de dienstverlening. In ieder geval dit jaar hebben wij als focus om de service naar onze klanten structureel te verbeteren. Klanten die last hebben van storingen, maar ook klanten die wij de hogere speeds niet kunnen leveren. En de gebieden die we dus nu zullen aanpakken zijn gebieden waar wij oude infrastructuur nog hebben. De oude infrastructuur is de infrastructuur die ervoor zorgt dat de klanten niet voorzien worden van internet. En dat is veelal middels wat wij noemen in technische termen een ADSL oplossing. Dus die solution en het feit dat we nu willen zorgen, structureel willen aanpakken de gebieden die onderhevig zijn aan storingen, maar ook klanten die we, bij wie we de hogere bandbreedtes niet kunnen leveren, de hogere speeds niet kunnen leveren, willen we aanpakken. Het voordeel gaat dus zijn wanneer we dus deze klanten gaan overnemen op een volledige fiber to the home oplossing, volledige glasvezel oplossing thuis, is dat we niet alleen dat van de storingen hebben getackled, maar ook nog de klanten kunnen voorzien van hogere bandbreedtes zoals wij dat ook moeten leveren. Daarbovenop zijn er ook klanten die we niet kunnen aansluiten vanwege gebrekkige capaciteit. Ook dat gaan we dan direct aanpakken bij klanten die liggen zeg maar in deze straten. Chitrotaruno zegt verder dat er vanaf vandaag gestart wordt in de gebieden Paramaribo West en Paramaribo Noord. West 18 is een buurt van de Aquariusstraat, de Andromedastraat, Kanserstraat, maar ook een bekende andere straat is de Noordwijkweg. Dat gebied pakken we aan deze maand, maar ook andere gebieden die liggen in Houtuin zelf. En een derde gebied die ik nu kan noemen, die ook deze maand aan de orde is, is het gebied dat ligt langs de David Simonstraat, Hecubastraat. Dat gebied willen we ook aanpakken deze maand. Bij deze oplossing gaan we wel de aansluitingen thuis bij de klanten moeten maken. Dus dat houdt dus in dat wij vanuit Telesur de afspraken met de klant zullen maken voor wanneer zij beschikbaar zijn om de aansluiting over te nemen op deze glasvezeloplossing. En voor deze glasvezeloplossing moeten wij wel de aansluiting helemaal thuis bij de klant maken. Vandaar dat we dus ook niet alleen de bekendmakingen zullen doen, maar ook langs de straten zullen gaan met een sales team van ons, van Telesur, om ook die klanten die nog niet zijn aangesloten te interesseren om aangesloten te worden. Onderdirecteur Steven Chitrotaruno van het commercieel onderdirectoraat van Telesur. Vanaf vandaag 8 maart tot de maand november zal Telesur het ADSL-netwerk dat nog op het oud koperen netwerk staat vervangen met glasvezel. Het telecommunicatiebedrijf wil hiermee meer dan 12.000 aansluitingen op het glasvezelnetwerk overzetten.